De rol van het GVB in de Tweede Wereldoorlog bij de deportatie van Joodse Amsterdammers is groter dan gedacht. Filmmaker Willy Lindwer en auteur Guus Luiters deden onderzoek en verwerkten dat in het boek en de gelijknamige film Verdwenen Stad. Nou, ik heb hier een stapeltje rekeningen bij me die we uit archieven hebben weten te vinden. Essentieel in dit verhaal was het boven water krijgen van facturen van het GVB aan de bezetter. Wat valt u op aan die facturen? Dat het ongelooflijk gedetailleerd is. Je hoort altijd van die Duitsers dat die zo'n geweldige administratie hadden, weet je wel. Maar dat waren die hadden er helemaal geen aandacht voor, het interesseerde ze geen reet. Het enige wat ze interesseerde was of die mensen afgevoerd werden. Maar de GVB heeft dat allemaal precies bijgehouden. Beethovenstraat, vanaf de Centraalstellen, staat er ook nog bij, hè, waar ze dus vandaan kwamen, naar het Centraal Station, 5 tramstellen. Er werden 63.000 Joden uit Amsterdam gedeporteerd. In totaal hebben er 900 trams gereden om de gevangenen naar treinstations te vervoeren, waarna ze op de trein gingen naar concentratiekampen. Salo Müller dwong na een jarenlange strijd de Nederlandse spoorwegen tot herstelbetalingen. En ook nu ziet Müller geen andere oplossing dan dat het GVB, net als de NS, herstelbetalingen zou moeten uitvoeren. Ik vind dat geld hoort aan terug te gaan naar overlevenden. Dat moet snel gebeuren, want de meeste mensen zijn natuurlijk 80 en ouder. Dus er zijn 3 dingen. A, excuses, betalen en het geld naar de mensen die nog overleven, dat uitbetalen. Müller kreeg honderden mails van overlevenden en familieleden van Holocaust-slachtoffers na de excuses en herstelbetalingen van de NS. Het maakte enorm veel los en dus rijst de vraag, wat als het GVB overstag gaat? Dan zal dat de schuldbekentenis en eventueel uitbetalen enorm veel losmaken. Emotioneel. Als ik zie wat het bij de mensen heeft losgemaakt na mijn succes met de treinen, nou, dan zal dit hetzelfde zijn. Het GVB geeft aan vervuld te zijn met afschuw, maar ook dat de gemeente Tram in die tijd nog behoorde tot de gemeente Amsterdam. Mede daarom wordt over herstelbetalingen of concrete excuses nog niet gesproken. Ik zou bijna zeggen schandalig, maar ik zeg het is onbegrijpelijk. Dan komen ze met van ja, we wachten het onderzoek van de gemeente af. Ja, oké, dat onderzoek dat wachten we al 80 jaar af. Ze denken gewoon we doen het luik van het loket weer dicht en dan gaat de klant vanzelf, dan hoepelt u wel weer op. Ja. Toch? Zoiets. Maar dat gaat niet gebeuren denk ik. Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, daar is te laat voor. Te laat. Ja.